Maar niet nog eens, riep ik. Niet zonder mij. Je mag niet zonder mij naar Nangilima gaan. Wil je dan met me meegaan? Vroeg hij. Ja, wat dacht je anders? Zei ik. Heb ik je niet gezegd dat ik overal met je heen ga? Dat heb je gezegd en dat is mijn troost, zei Jonathan. Maar het is niet gemakkelijk om er te komen. Hij zat weer even stil en toen zei hij. Herinner je je die keer toen we sprongen? Die afschuwelijke keer toen het brand was en wij uit het raam sprongen? Ik kwam toen in Nangiala, weet je dat nog? Of ik dat nog weet, zei ik. En ik huilde nog erger. Hoe kan je dat nou vragen? Dacht je dat ik dat ooit kon vergeten? Nee, natuurlijk niet, zei Jonathan. En hij streek me nog eens over mijn wang. En toen zei hij. Ik had gedacht dat we misschien nog een keer konden springen. Dat we van de rots naar die wei daar in de diepte konden springen. Dan gaan we dood, zei ik. Maar komen we dan in Nangilima? Daar kun je zeker van zijn, zei Jonathan. Zodra we op het gras terechtkomen, zien we het licht van Nangilima. We zien het ochtendlicht boven Nangilima's dalen, want daar is het nu ochtend. Dus dan kunnen we Nangilima zomaar binnenspringen, zei ik. En ik lachte voor het eerst in heel lange tijd. Dat kunnen we, zei Jonathan. En zodra we vaste grond onder de voeten hebben, zien we vlak voor ons het pad naar het Appeldal. En Grim en Fjalar staan daar al op ons te wachten. We hoeven alleen maar op hun rug te klimmen en weg te rijden. En jij bent helemaal niet verlamd meer, zei ik. Nee, ik heb nergens meer last van en ik ben alleen nog maar blij. En jij ook, Kruimel, jij bent ook zo blij. Het pad naar het Appeldal gaat dwars door het bos. Hoe denk je dat we ons zullen voelen als jij en ik daar samen in de ochtendzon rijden? Goed, zei ik en ik lachte nog eens. En we hebben geen haast, zei Jonathan. We kunnen ergens in een meertje gaan zwemmen als we daar zin in hebben. We komen toch op tijd in het Appeldal aan, nog voor Matthias de soep klaar heeft. Wat zal hij blij zijn als we komen, zei ik. Maar toen was het net of ik een klap op mijn hoofd kreeg. Grim en Fjalar, hoe kon Jonathan nu denken dat we onze paarden mee naar Nangilima konden nemen? Hoe kun je nou zeggen dat ze daar al op ons staan te wachten? Ze liggen hier toch naast ons te slapen? Ze slapen niet, Kruimel. Ze zijn dood. Gedood door Katla's vuur. Maar wat je hier ziet liggen, is eigenlijk alleen hun schil. Geloof me maar gerust, Grim en Fjalar staan al naast het pad naar het Appeldal op ons te wachten.